Wat we hebben zien gebeuren is dat op deze manier zeg maar, de eigenaren van deze bedrijven eigenlijk in bepaalde regio's bijna monopolist zijn geworden. Zeker als het gaat om private media. Ja, dus alles wat er op lokaal, regionaal niveau aan nieuws wordt gemaakt, privaat, zit in handen van DPG in Zuidwest-Nederland en zit in handen van Mediahuis bijvoorbeeld in Noord-Nederland of in Limburg. En dat is op zichzelf in een gezonde democratie best zorgelijk, omdat je het risico dan loopt dat ook daarmee, ik zou maar zeggen, de veelkleurigheid van het nieuws ook aan de orde kan zijn. Tegenover staat wel dat bij deze, dat in die cultuur van de met name kranten, maar ook wel bijvoorbeeld van een website zoals nu.nl en ook de bladen, de Sanoma-bladen, wat vroeger ook onderdeel was, wat nu onderdeel is van DPG Media, er een cultuur is van redactiestatuut. En redactiestatuut, de gemiddelde luisteraar zal niet weten wat dat betekent, maar een redactiestatuut is eigenlijk een afspraak, een journalistieke afspraak die je maakt, waarin je de onafhankelijkheid van titels binnen een concern waarborgt. Dat is in Nederland wel goed geregeld. Dat is ook onderdeel van de CAO-uitgeverij. Hè. Dus dat is een onderdeel van de collectieve afspraken die wij als Vereniging van Journalisten maken met die uitgevers. Waarin we eigenlijk zeggen, de eigenaar kan zich nooit met de inhoud van een titel, hè, de journalistieke keuzes die een titel maakt, die de Volkskrant maakt, die de Telegraaf maakt, nooit mee bemoeien.